presentatie van het wijkgroenplan Zuidwest. Trudy, jij bent van Talrijk. Vertel eens wat deze organisatie doet. Nou, Talrijk heeft gewerkt aan het participatieplan van voor het wijkgroenplan Zuidwest. Dat is een heel ingewikkeld woord, maar eigenlijk zijn we gewoon heel intensief contact gaan zoeken met de bewoners van Zuidwest. Om ze aan te moedigen om hun groene ideeën, zeg maar, bij ons in te dienen. We hebben hier het overzicht van de geselecteerde ideeën. Noem ze eens. Als we dan naar Transwijk kijken, dan zie je dus die boomspiegels. Die in 3 lanen van Transwijk worden aangelegd door de gemeente op verzoek van een bewoonster. En zelfs in de zijstraten worden ook nog de boomspiegels meegenomen. Dat is een heel leuk project. Is de bedoeling dan dat de bewoners die daar vlakbij wonen dat bij gaan houden of doet de gemeente dat? Nee, in dit geval doet de gemeente dat. Ja. Dus ze worden ingeplant met bloeiende struiken. Ja. In alle 3 die straten andere kleuren struiken, dus andere bloemen. Ja. Dat kan de gemeente zelf onderhouden. Maar als je bijvoorbeeld aparte planten erin zou willen zetten, dan moeten bewoners dat zelf doen. Okay. Maar in dit geval gaat de gemeente het doen. Je ziet foto's van al die plekken waar er nu ideeën uitgevoerd gaat worden. Die zijn dus niet de ingediende ideeën, maar die wordt dus allemaal binnen 2, max 3 jaar wordt hier iets gedaan. Kun je nog iets vertellen over de plannen die er waren? Er zijn door bewoners 64 ideeën ingediend. En daar hebben we gekeken van of er ook ideeën tussen zitten die hetzelfde zijn. En er bleken dus een aantal ideeën inderdaad te overlappen. Dus uiteindelijk zijn er 50 ideeën zijn er getoetst door de gemeente. Nou, voor Zuidwest? Voor heel Zuidwest. Dus voor Rivierenwijk, Dichterswijk, Transwijk en Kanaleneiland samen. Wat is eruit gekomen? Hoeveel projecten eigenlijk? Nou ja, in Kanaleneiland viel dat een beetje tegen. Zag ik er niet 8? Nee. Dat zijn er denk ik 3. Nou moet ik wel zeggen dat er ook een heel leuk idee uit Kanaleneiland was ingediend. Wat niet gehonoreerd is. En dat gaat om stadslandbouw 3.0. Dat is een idee om tijdelijk te gaan tuinieren met Marokkaanse jongeren en studenten en kunstenaars. Helaas hebben ze daar geen geld voor gekregen binnen dit wijkgroenplan. Maar het is een ontzettend leuk idee. Astrid, je bent van de wijkraad. We hebben vanavond een uitleg gehad over de digitale wijkschouw. Wil je dat nog eens een keer aan de kijkers en luisteraars vertellen wat zij kunnen doen om met elkaar in contact te komen? Wij gaan elk jaar, doet de wijkraad, een wijkraadpleging uitvoeren. Dat betekent dus dat wij een onderzoek kunnen laten uitvoeren van met een bepaald thema van wat speelt er zeg maar in de wijk. Nou, dit jaar hebben wij gekozen voor digitale buurtschouw en dan zeg maar op het gebied van de groenvoorzieningen. Ik heb iets gehoord van jullie gaan zelfs echt op de fiets door de wijk heen. Wanneer gaat dat gebeuren? In het voorjaar willen wij gaan starten, dus met de digitale buurtschouw. Dus we hopen dan zeg maar, vanaf het zeg maar, eind voorjaar tot zeg maar, zomer, najaar, dat we dan bij bewoners langs kunnen gaan. En we willen ook graag dat bewoners natuurlijk, als ze het leuk vinden, mogen ze met ons meegaan, mee fietsen. Wat vond je zelf het leukste plan eigenlijk? Wat ik zelf wel heel leuk vond wat ingediend is, is het plan voor het Roerplein. Want dat is een heel stenig plein in Rivierenwijk. En dat is vanavond ook al gezegd, Rivierenwijk is eigenlijk gewoon een hele stenige wijk. Dus wij waren heel erg blij met dat initiatief vanuit de bewoners. En we merken ook dat er heel veel energie zit van bewoners om dat plein gewoon echt te gaan vergroenen. Ja, ik blijf natuurlijk een beetje bij het Kanaleiland. Wat zou je voor het Kanaleiland het leukste vinden? Ik vind het heel leuk het idee dat is ingediend om een aantal straten in Transwijk om daar de boomspiegels allemaal van in te planten. Dus dat had ik zelfs iets van, dat is een echt een leuk idee, ook echt op buurtniveau om de straten veel groener te krijgen.